Voor een antieke spiegel of een zilveren kandelaar moet je vandaag op de Grote Markt zijn. 52 marktkramers stellen hun beste antieke koopwaar uit. Maar zeg nooit zomaar rommel tegen brokanten. De brokant is eigenlijk meer allemaal oude spulletjes. Dus vanuit grootmoeders tijd en ouder natuurlijk. Ziet je, dan gaat dus meer op naar brokant, is meer naar de antieke stijl op. En de tweedehandsmarkt, dus rommelmarkt, is allemaal praktisch tweedehands goederen. En heeft u al veel verkocht? Ja, ik heb vandaag toch al oren zien en zwijgen, aapjes kunnen verkopen. 5 euro, ik ben er tevreden mee. Nu moeten we de rest van de dag nog maar afwachten. De organisatie hoopt dat de markt een groot succes wordt. Dan staat ze er vanaf het voorjaar iedere maand en nadien zelfs wekelijks. De horeca-uitbaters uit de buurt zijn er alvast voor gewonnen. Sinds de buurt rond de Grote Markt autovrij is, blijven de klanten weg. De toeristen of de mensen van Antwerpen die naar hier gaan komen en die vinden hier een gezellige bedoeling, dan gaan die hier ook iets eten en iets drinken en die gaan eens naar de Kloosterstraat en misschien zelfs tot op het zuid. En ze krijgen na een aantal edities krijgen toch wel, ja, zoals ik zeg, die serieuze kruisbestuiving. Deze namiddag zaten de terrasjes alvast vol, maar het kan zijn dat de herfstzon daarvoor iets tussen zat. Op 20 november kan je opnieuw op jacht naar een antieke schat op de Grote Markt.